Aan het eind van dit lint zit volgens mij de verdwenen cassette. Als hij maar niet helemaal afgerold is, want dan kan het nog wel even duren. Ha, eindelijk. Dat is die. Maar wie heeft nou die cassette gestolen? Ik ben niet gestolen. Ik ben zelf weggelopen, want ik voelde mij eenzaam en onafgespeeld. Het leek wel of niemand mij wilde bekijken. Nou, zo erg is het ook weer niet. Ik zal eens kijken of we jou volgende week kunnen draaien. Beeldbrein? Wat nu weer? Is er volgende week nog een plaatsje vrij? Moet lukken. Dus kinderen, wat hebben we weer geleerd? Geduld is een schone zaak. Nog maar één weekje wachten op mijn volgende avontuur. Tot ziens. Voor besprekingen met de Iraanse leiders. Hij werd op het vliegveld verwelkomd door zijn Iraanse ambtgenoot Fedayati. Het is voor het eerst in meer dan 10 jaar dat een Iraakse minister op bezoek is in Iran. De twee landen hebben van 1980 tot 1988 oorlog gevoerd om het bezit van de strategische waterweg Shatt el-Arab. Irak heeft enkele weken geleden zijn aanspraken op het omstreden gebied laten vallen, kennelijk om de handen vrij te krijgen in de kwestie Kuwait. Irak zou in ruil voor die concessies willen proberen om handel te drijven met Iran, waardoor de gevolgen van het handelsembargo kunnen worden verzacht. Bij de Libanese havenstad Sidon is de strijd tussen twee elkaar vijandengezinde Palestijnse groeperingen vanochtend weer opgeleid. De gevechten begonnen 3 dagen geleden en hebben inmiddels aan 65 mensen het leven gekost. De strijd gaat tussen aanhangers van PLO-leider Arafat en van Abu Nidal. 15 moslimorganisaties in de vraag van gevechten te staken. Tijdens de openschappen zal de finale in het heren-enkelspel gaan tussen de Amerikanen Agassi en Sampras. Deze laatste versloeg in de halve finale zijn landgenoot McEnroe in 4 sets. Eerder al plaatste Agassi zich voor de eindstrijd door te winnen van Boris Becker. Het weer, af en toe zon, ook enkele wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur van ongeveer 18 graden. Waarschuwing voor de scheepvaart, district Rotterdam, noordwest 6. Tot zover dit ANP-bulletin. Verkeersinformatie op de A28, ter hoogte van Soest, zijn de rijbanen in beide richtingen tijdelijk afgesloten. Einde van de verkeersinformatie. VARA, Radio 1. Thank you.